20 gezondheidswerkers van de medische zending hebben vandaag een driedaagse training in COVID-19-respons afgesloten. Het Surinaams Rode Kruis heeft daarbij de medische zending ondersteund met het verzorgen van de training. De gezondheidswerkers kunnen nu tijdig, effectief en efficiënt handelen bij COVID-19-gevallen in de gebieden waar zij zorg aanbieden, zegt Shanice Robinson, coördinator gezondheidsbevordering medische zending. Zij geeft verder aan dat er de afgelopen 2 jaar continu is geëvalueerd over wat er is gedaan in het kader van de pandemie en het vaccineren. Dit traject dat we nu zijn ingegaan is eigenlijk een traject met verschillende fasen. Waar bijvoorbeeld we ook in de gebieden zijn geweest met de Rode Kruis vrijwilligers. En zij hebben ons dan ondersteund zodat we de mensen eigenlijk one-on-one konden vragen. Wat weet u? Weet je, u hebt zoveel informatie gehad. Wat was moeilijk om aan te passen? Wat wilt u nog weten? Hebt u zich laten vaccineren? Hebt u zich niet laten vaccineren? Eigenlijk gewoon met mensen praten, omdat we zoveel hebben gedaan en wat kunnen we nog meer doen? Weet u, we moeten verder en het is belangrijk dat we dus de gelegenheid krijgen om even stil te staan en dan verder te gaan. En vandaar dat we met elkaar zijn, hier zo. Maar we zijn ook voor de bijscholing, want we blijven altijd leren. Dat is heel erg belangrijk. Het is een nieuwe ziekte. We hebben heel veel geleerd. En wat we ook aan onszelf hier zo, de informatie die we hebben genomen, is de informatie ten aanzien van het chronisch lijden na een COVID-infectie. Robinson onderstreept dat een groot deel van de gemeenschap geïnfecteerd is geweest. En het deel dat het heeft overleefd niet weet dat er een traject volgt om weer de oude te worden. En vandaar dat het belangrijk voor onszelf is om goed te weten van hey, hoe ziet dit traject eruit? Welke verschijnselen kunnen we mogelijk zien? En hoe gaan we daarop reageren? Wat hebben we nodig? Want bij ons staat wel bovenop dat we kwaliteitszorg willen blijven bieden. En we zorgen ervoor dat we dus onszelf constant blijven bijscholen. Dat is eigenlijk waarvoor we hier zo zijn. We hebben mensen uit het veld, onze streekpoliehoofden, die zijn uit het veld gekomen. En eigenlijk hebben we als medische zending, met de ondersteuning van het Surinaams Rode Kruis, eigenlijk alle lagen binnen onze organisatie hebben we kunnen evalueren. Om dan te kijken hoe gaan we verder om een betere zorg aan te bieden. Er is ook een onderzoek gedaan onder de gemeenschap in het binnenland om na te gaan welke kennis er is over dit nieuwe virus. En is er informatie verzameld over andere risico's in deze gebieden. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt verder richting gegeven aan de COVID-19 bewustwordingscampagne van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de medische zending om haar bewustwordingscampagne uit te voeren in de gebieden waar MZ werkt.